Deze beschouwing die gaat over onze maatschappij. Ik had vandaag mijn dochter heel even aan de lijn, want ze komt maandag bij me eten. Even wat dingetjes doornemen zo. En mevrouw was naar de klimaatstaking geweest en daar waren 35.000 mensen... Zo. <laughs> en ze zei van: "Ja, ik wil een wereld voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen." Waarop ik heel droogjes tegen haar zei: "Jij wou helemaal geen kinderen." <laughs> je blijft je bescheuren met dat jonge grut. En ik zei dus tegen haar: van ja, kijk, ik ben ingenieur milieuhygiëne. Mijn specialisme was uh, uh, ja, luchthygiëne en vondreiniging. En ik vind dat ik uh, recht van spreken heb als ik zeg dat er helemaal niks aan de hand is met het milieu. Want... Waarop mijn dochter zei: ja. Yeah. Maar ik ben een millenni. Een millennial. Wie was dat nou weer? Dat houdt dan in dat zij geboren is. rond het begin van het millennium. Ja, dat weet ik ook wel. <laughs> dat was 1999. Ja, 21 december. Ja. Oh, 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 oh. Maar voordat ik daar lekker verder op inga. Even in het korte reclame van mijn kanaal. Ik zou het reuze fijn vinden als je ja, op mijn kanaal ook een beetje in de rondte gaat neusen. Er staan hele leuke oude uitzendingen bij. Vooral die beschouwingen, die zijn chic. Eigenlijk de, alle uitzendingen sinds maart dit jaar. Sinds ik gestopt ben met het consumeren van alcohol en wiet en tabak en al die vrolijkheid. Ah, die vind die ik, ik allemaal erg chic. Misschien dat ik nog een, een soort top 10 lijst moet maken van de best bekeken uitzendingen. Dat zou ik even op mijn werklijstje moeten zetten. Maar voordat die best bekeken uitzendingenlijst er is, ga ik geen Het Gaat goed hoor met de bezoekers. Dus de nieuwe filmpjes die ik upload. die pakken dan gelijk al wel eens binnen een dag. heb ik een aantal views. En vervolgens uh, tokt dat lekker door. Er zijn filmpjes die hebben dan de eerste paar dagen misschien acht views. Zo. En dan na een maand uh, is het opgelopen tot zestig. En ik zie dat er zo goed als dagelijks. Ik zal nu even live even kijken samen met jullie. Ja, jullie kunnen niet meekijken. Ga maar... ik even naar uh, Analytics. Even een seconde wachten. Wat heb ik nou? Ja, vandaag dus weer. Uh... Nou, hij gisteren meegerekend. Is het gemiddeld 50 per dag. Dat zijn toch hele behoorlijke aantallen, vind ik hoor. Voor zo'n relatief saaie site. Helemaal geen kattenfilmpjes en. Uh... Uh, geen uh, stomme hondenfilmpjes en zo. En, uh, geen uh, instant karma met uh, mensen die vergeten af te rekenen bij de supermarkt en dan stort de voorpuin in of zo. Of huiseigenaren die een inbreker wegjagen. Nee, het is maar gewoon een beetje praten van een man op leeftijd in de microfoon. En ik krijg positieve reacties. Ook uh, krijg ik uh, negatieve reacties. Maar die mensen die sporen niet. Dat is duidelijk. Ik had er laatst eentje. En die produceerde dus binnen tien minuten... vijf reacties op vijf verschillende filmpjes van mij. En dat was één grote scheldpartij. En dat alles was opgetypt om vijf uur s'nachts. Ja, dat kan ik moeilijk serieus nemen. En die persoon had ook een eigen kanaal. Dat kanaal heet Anneke Rotterdam. En op dat kanaal, daar is helemaal geen inhoud. En dan denk ik, ja, waarom heb je dan een YouTube kanaal? Om mij af te kunnen zeiken, wat is dat nou? En er was nog iemand anders en die had ook hele negatieve dingen naar mij toe. En, en ik vertel wel eens wat over mijn werk. En ik, wil, ik werk in de gezondheidszorg, gehandicapte ondersteuning, toestand. Dus mij <coughs> klinkt heel gaaf, maar ik doe de afwas en, en doe de was. Ik maak toiletten schoon. En moppen en wissen en dat soort dingen. Stof afnemen. Gewoon schoonmaakwerk in de gehandicaptenzorg en je maakt van alles mee. En daar vertel ik wel eens wat over. En het is niet de bedoeling dat mensen gaan begrijpen waar ik werk en over wie ik het zou kunnen hebben. Dus ik noem geen namen van mensen, geen namen van straten. Ik woon in Arnhem, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Maar zo'n wijsneus die ging dan eventjes wereldkundig maken voor welke organisatie ik werkte. En eerst vroeg hij dat aan mij, dan heb ik gereageerd en, gezegd, en tegen hem gezegd: van, ja, ik denk dat het een hij was namelijk. En tegen die persoon gezegd: van nee, dat ga ik niet vertellen. In verband met de, verband met de privacy. En toen was die persoon eventjes gaan nadenken, en dit en dat, en zo en zo. En misschien wel in de rond te gaan vragen of zo. En dan reageren op YouTube en dan de naam van de organisatie even met. Uh, ja, kom op. Van ha, ik ben er toch achter gekomen. Jij werkt voor die en die organisatie, hè? En die vent die heet uh, TK Media Official. Een oh, absolute min, Maar gelukkig kan ik die uitschakelen. Dus hij en Anneke Rotterdam, die uh, kunnen niet meer reageren. En wat ze gereageerd hebben in het verleden, staat niet meer voor jullie zichtbaar. Dus de organisatie waar ik voor werk, dat is weer lekker, niet jullie zaak. Daar hebben jullie ook helemaal niks mee te maken. Ah, er was genoeg reclame voor mijn materiaal. Maar ik zou het gaan hebben over de maatschappijen. Ja, nou mijn dochter is dan vandaag bij de klimaatstaking geweest. Nou, ik heb het is een, twee beschouwingen geleden, heb ik het al gehad, over de klimaatgekte. En die is er. Ik zag van, uh, even over die klimaattoestanden, we hebben het over de maatschappijen. Maar Wim, mijn vriend Wim, die vindt het ook leuk om op internet van alles op te zoeken en uit te zoeken. En die houdt dan in Open Office, zo'n tekstdingensprogramma houdt hij, dan maakt hij een dossier en allemaal linkjes erin. En, en die zegt dit en die zegt dat. En dan zijn, zijn onderwerpen, uh, het mohammedanisme, dat vindt hij interessant... En CO2 en klimaatverandering vindt hij interessant. En de zeespiegelstijging vindt hij interessant. En nog wat meer dingen. En dan nou woont er bij hem om de hoek een man. Dat is de oudste van ons drieën. Ik ben 60 en Wim is ergens 63 of zo. En die man is dan nog weer 1, 2 jaar ouder. Martin Heertien. En dan doet Wim dan eens in de zoveel tijd een mailtje sturen, zowel naar Martin als naar mij. O oh ja, Marco doet hij dan ook soms erbij. Maar hij heeft weer wat gevonden over CO2. Wim gelooft helemaal niks van het hele CO2 verhaal. Ik ook niet. En Martin wel hè. En dan had Wim laatst een nieuwe voor het clubje gevonden. eentje die heet alleen maar ja, anoniem met D van Dirk. En die persoon die had, die had het over de natuurkundige onderbouwing van de relatie tussen de CO2 concentratie in de atmosfeer en de verandering van het klimaat. Waarop ik gelijk uh, reageerde: van ja, kom dan op. De natuurkundige onderbouwing. Alsof dat. Uh... Ja, alsof dat uh, iedereen bekend is. En mij niet. En daar hoor je dan helemaal niks op. Hè? Als ik dan een simpel de vraag stel: van, ja, kom dan met een. Kom dan met iets. En dan komt Martin. Want Martin is dan ook van. Oh, we gaan allemaal dood en we gaan verzuipen als ratten. Oh, oh, oh. Martin komt met een filmpje. Nou, in dit filmpje lijkt mij het toch allemaal uh, plausibel gemaakt. Dus dan ga ik er maar kijken. En wat me opvalt is dat er enorm veel geknipt wordt. Je kijkt tien seconden naar dit, tien seconden naar dat. En geen enkel beeld staat stil. En dan laat je een grafiek zien, dat vind ik wel leuk. Maar zet die grafiek dan even rustig in beeld en leg uit wat er in die grafiek staat. Nee, we zien een grafiek en we gaan gelijk inzoomen. Zodat ik soms niet eens kan zien wat er op de i-as wordt afgebeeld. Ja, en dat begint dan. Dus dan moet je hem terugzetten. En dan moet je pauze drukken en dan even kijken, van, wat is nou eigenlijk de IJAS? Schrikkelijk. Nou, ik, ik zat dus dat filmpje dan maar af te luisteren, want Martin had gezegd dat nou, hier komt een plausibele verklaring. Dat eh, hogere CO2-concentratie leidt tot een stijging van de ruppeltje-pup-temperatuur. en dus krijg je verandering van het klimaat. Dat komt allemaal door de CO2. Dat is hier plausibel uitgelegd. Op een plausibele manier, duidelijk gemaakt. En dan hoor ik na, wat was het? Na, iets van zes minuten. De uitspraak. De hoeveelheid zonne-energie is niet van invloed op de temperatuur hier op aarde. De nou. Ik denk, ik heb toch net iets anders gehoord. En dat ik dan dat filmpje teruggezet na drie minuten. En ja hoor, en daar zegt hij: Ja, destijds was het bij een hele hoge CO2-concentratie toch uh, behoorlijk koud hier. Maar dat komt, de zon was toen niet zo intensief aan het schijnen. Dus in dat filmpje, binnen drie minuten, zegt die man die dat filmpje heeft gemaakt, mag ik aannemen dat hij dat was, dat ik het zijn stem is die je hoort, die zegt dan eerst. Want er was iemand mee gekomen en die had het gezien: van, kijk, de, de CO2-concentratie was in de tijd van, weet ik veel, een of andere ijstijd. En daarvoor, bla, bla bla bla. Officieel geaccepteerde grafiek. Was die CO2-concentratie hartstikke hoog. 30 keer zo hoog als nu. Ja, 30 keer zo hoog. Hè? En toch zakte de mondiale temperatuur helemaal in elkaar. En kreeg je een ijstijd. Ja, en dat kwam dan doordat de zon in die dagen niet zo fel scheen. Ja. En dan even later wordt weer gezegd. Ja, maar het zonlicht. Dat, uh, ja, dat, is, dat maakt helemaal niet uit. Het is alleen puur de CO2-concentratie hoor. Uh, die bepaalt het. Drie minuten later. Hè? Nou. Dan maak ik een antwoord op die uh, opmerking van Martin. Uh, dan vermeld ik netjes in: bij zoveel minuten wordt dit gezegd, bij zoveel minuten wordt dat gezegd. Uh, dat is tegenstrijdig. Een tegenstrijdige info maakt niet iets op een plausibele manier duidelijk. Punt. Dat is hooguit nou, verwarrend. Ja, dat is alleen maar verwarrend. Maar wat is het nou? Doet nou de hoeveelheid zonlicht qua intensiteit? Doet hij ertoe als het gaat om de temperatuur van de, van de wereld? Ja, ik zou zeggen van wel. Het een rare boel zijn dat het niet te gevallen is. Oh, oh, oh oh. Waar heb ik erop gereageerd? Gisteren volgens mij al. Dan hoor je natuurlijk weer niks terug dus die ene vent met uh, oh het is algemeen bekend in de natuurkundige onderbouwing wo. die staat vast en iedereen weet dat ja alleen niemand weet waar het staat Hé? Hey. Oh, oh 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 en dan die meneer D die reageert helemaal niet en dan Martin die komt dan met een ander filmpje van oh hier is dan heel plausibel ja nou dat slaat ook nergens op dus Martin en meneer D uh, ja uh, Kom nou met iets fatsoenlijks. Want ik zou het niet weten. En ik vind het hele... verhaal... van het broeikasgas... Dat vind ik... Raar. Want ik heb het nog even nagekeken, net op Wikipedia. Waar het op neerkomt is dat als je kijkt naar het infrarode deel van het zonlicht, dus daar waar de warmte zit, dan wordt dat wel of niet door de atmosfeer geabsorbeerd en geëmiteerd. Het is dus uitgestraald. Nou, moet je even voorstellen. Dan heb ik een onderlaag, zeg maar steen, zo, iets van de aarde. En dan heb je de zon. Nou, in de zon wordt stenen en asfalt en zo, dat wordt het warm. Ja? Nou, en dat asfalt, als dat neem asfalt, als dat warm wordt, dan straalt dat weer die warmte uit naar boven. En dan wordt dus die lucht boven het asfalt warmer, lijkt mij. Maar als nou in die atmosfeer een of ander gas zit en dat absorbeert dat infrarood. Ja, dan komt dat infrarood niet bij het asfalt, lijkt mij. Dus dan wordt het asfalt niet opgewarmd. Ja, maar het wordt ook weer uitgestraald. Ja, dat begrijp ik wel. Maar het wordt uitgestraald, dat infrarood. Alle kanten op. Dus het komt van boven naar beneden netjes in een rijtje. En dan komt het dus niet bij het asfalt voor een deel, want het wordt geabsorbeerd door de atmosfeer waar CO2 in zit. En dan wordt het alle kanten uit, dus ook weer terug naar boven, wordt het uitgestraald. Dus per saldo, als je een broeikasgas hebt, wat dan infrarood absorbeert. Dan verdwijnt er dus 30-40% van het infraroodlicht. Dat gaat weer lekker het universum in. Dat krijgen we dan niet op het aardoppervlakte. Punt. Los van het feit dat ik dus nergens zie een grafiekje. Wat duidelijk maakt van, kijk, bij zoveel procent CO2 wordt er zoveel infrarood geabsorbeerd. En bij zoveel procent CO2 wordt er zoveel infrarood geabsorbeerd. En dit hebben wij vastgesteld bij een proef uitgevoerd door de Huppeltje Pub Laboratoria, lalalala. En alle meetgegevens kan je hier vinden. Vind ik ook wel erg prettig dat de oorspronkelijke meetgegevens op het internet staan. Oh, Nek is een onderzoek, zoals wij, een onderzoeksverslag zoals wij dat in Wageningen hebben geleerd, hoe je dat schrijft. Maar niks. Er is helemaal geen... Op het hele internet kan je geen enkele grafiek vinden met de relatie tussen de concentratie CO2... en het vermogen van die atmosfeer waarin dat CO2 dan wel of niet zit. Hè? Het vermogen van het absorberen van infrarood... Door de atmosfeer afhankelijk van het percentage CO2. Dat is er allemaal niet. Punt. En dan zeggen ze ook: van ja, maar uh, sinds de industriële revolutie zijn wij in hoog tempo de fossiele brandstoffen aan het op opstoken. Nou. Er zijn er mensen, en die geloven niet in fossiele brandstoffen. Die denken dat die koolstofmoleculen, koolwaterstof is het. Dus kolen en olie en gas. Dat die gemaakt worden door het middelpunt van de aarde. Daar is geen enkel bewijs voor dat dat zo is. Dat kan je denken. Maar dan moet je even goed gaan doordenken. Want waar komt materie vandaan? Want. Uh, uh, er is dan iets als de wet van behoud van massa en de wet van behoud van energie. En je kan wel alles in twijfel gaan trekken, maar dat zijn twee wetten, matigheden, die zijn een beetje lastig in twijfel te trekken. Want dan ga je lopen shorren aan de wet van oorzaak en gevolg. En dat moet je niet doen. Dat is uh, uitermate dom. ja ik wil maar zeggen ah. maar laten we er vanuit gaan dat het gaat om fossiele brandstoffen en dat betekent dat die koolwaterstoffen dat was vroeger levend spul er waren bacteriën krabbetjes, kreefjes plankton zeg maar, planten you name it nou, dat is dan aan bedolven geraakt onder enorme steenmassa's. Dus samengeperst is het verworden tot olie of gas, bruinkool. En wij zijn er nu weer op te stoken. Ja, dan gaat die koolstof gewoon weer terug de atmosfeer in. Waar het ooit uitkwam. Of mooier gezegd, dan gaat die koolstof weer terug het biotoop in. De biosfeer. Er komt dan weer koolstof in. En die koolstof die wordt netjes door planten gereduceerd. Die CO2 wordt gere gereduceerd tot koolwaterstof. Maar dan in de vorm van een levende plant. Een fruitboompje of zo. Of een olijfboom, zeg het maar. En wat is daar nou een probleem aan? Vroeger was al die koolstof die nu in de vorm van aardolie uh, onder, de, ja, onder steenlagen ligt. Vroeger was al die koolstof, dat had uh, twee pootjes en liep in de ronde. Vrolijk gezegd. Of het had groene blaadjes en het wiegde in de wind. Ja. En de maatschappij, de mensen zijn helemaal gek geworden. Want dat mijn dochter dan ook denkt, van ja, papa is ingenieur in milieu en milieuhygiëne en afgestudeerd in luchthygiëne en verontreiniging. Maar ik ben geboren in 1999, hoor. En dan gaat mijn dochter nog door voor een van de slimmere van haar generatie. Ja, dat is een angstaanjagend idee. Nou, dan mag je wel om lachen, dat vind ik niet erg. Je moet er maar om lachen, waarom niet? Maar het is een angstaanjagend idee. Een tijdje terug had ik hier iemand van de Landbouw Universiteit of wat er van over is. En die had ik weer op bezoek, was een jonge vrouw, 23, 21 of zo. En die studeerde dus ook milieutoestanden, hè? Die had nog nooit een reageerbuis vastgehouden. Die deed alleen maar literatuuronderzoek en meningen formuleren. En ik, ze had het dan ook over de klimaatverandering en koolstofdioxide. En ik vroeg aan haar, uh, weet jij van de koolstofcyclus? Wist ze niet eens. Nou, heb ik haar dat in het kort uitgelegd. Ze zei zo, oh. Oh. Ja, want dan is het dus allemaal heel natuurlijk en zo. Ik zei ja. Er is niks aan de hand met CO2. Als je vindt dat de CO2-concentratie in de lucht te hoog is, moet je planten aangaan. gaan. planten, je moet je ja, zorgen voor plantengroei. En doe dat niet in Nederland, want dit is een heel dichtbevolkt gebied. Maar doe dit in de Sahara, of de Kalahari. Of uh, ga maar naar Turkije. Ga maar eens op vakantie naar Turkije. Ga daar maar eens kijken. Ik was daar in, acht jaar geleden. Was ik in Bodrum. Jongen, daar heb je echt kale heuvels. En man. Nou, zet het even vol met groen. Ja, waarom niet? Ja, maar uh, planten kunnen niet groeien in uh, zand en stenen. Nee. Maar die kunnen wel groeien, een stront, dacht ik. En hier in Nederland hebben wij, zeggen ze, een heel groot probleem met uh, koeienstront. En uh, varkensstront. En schapenstront. Ja, en kippenstront. Al die boeren die zijn verplicht om een mestboekhouding uh, bij te houden. Want, oh, we zouden dus te veel stront kunnen krijgen. Ja. Dus hier is dan kennelijk een overvloed aan stront. Dat is ook wel zo hoor. We moeten we dat wel in de gaten houden. Maar uh, die stront lekker uh, in tankers. En een uh, tuffe, tuffe, tuffe naar uh, Turkije toe. Uh, wij maken daar zo uh, van, van kippenstront, koeienstront, varkenstront, gaat er weg. Heb je, zo, uh, heb je zo mest van gemaakt? Tuurlijk. Het is niet makkelijk, maar het kan wel. Waarom zou het niet kunnen? Moet je even over nadenken over hoe je dat aanpakt. En dan maak je Turkije groen. Turken blij, wij blij. Ik heb ook zo'n filmpje gezien van een stelletje Joden. Israëlieten, hoe moet je dat nou noemen? Israëliërs. Ik zag het op YouTube, ja, nou ik weet het niet meer precies, maar dat was zo'n receptuur, hoe maak je een woestijn groen? En je, je grondstof is dan woestijngrond, nou, dat is natuurlijk niks, alleen maar zand en stenen. En wat moet je erbij hebben? Ja, huishoudelijk afval. Dan zeg het maar. Hey, je hebt zoiets dat heet uh, pionierplanten. Dat zijn planten die groeien in bijna niks. En daar begin je mee. Je moet vooral stikstofwetten te binden. Ja, en nee, dat is ook de maatschappij. Dan gaan ze nu weer een probleem maken van stikstofoxide. Ik denk, hou toch op. Stikstofoxide is een nutriënt voor een plant. Er zit niet zo te zeuren allemaal. Mensen zijn zeurneuzen geworden. Allemaal zijn ze blij dat er een heel groot probleem is. Wat je alleen maar op kan lossen met een belastingstelsel. En dan gaat El Gore die gaat al dat geld verzamelen. Tenminste, dat was vroeger dan het idee. En nu wordt dat dan weer een andere club. Die gaat al dat geld verzamelen. En dan gaat het een stuk beter met ons. Als we allemaal gaan betalen aan een bepaalde club. Die dan het geld gaat verzamelen. Ja. En waarom? Wat gaan ze dan doen met dat geld? Hoe kan je nou het klimaat gaan redden met geld? Je kan je voorstellen dat ze zeggen van ja, maar je moet uh, het verbranden van uh, koolwaterstoffen, dat moet je gaan belasten. Nou, dan denk ik oké, okay, dat is dan best. Maar dan moeten de andere belastingen omlaag. Hé, hey. lijkt mij. Maar dat doen ze niet. Nee, alleen de belasting op het uh, verbranden van koolwaterstoffen, die gaat omhoog. Ja. <laughs> en de rest gaat niet omlaag. Nee. <laughs> nee, natuurlijk <lukt> niet. <laughs> Wij worden echt genaaid. En onze kinderen, die hebben zoiets van. wauw, Maar moet kunnen. Als hebben ze Greta Thunberg uit Zweden. Hé, helemaal kwaad. mijn jeugd is er helemaal. Mijn jeugd. En een kind, is niet zo stom. Nou, serieus. Laat een meisje een leuke baan zoeken in de zomervakantie ...dat ze afwassen in een restaurant. Dat deed ik toen ik 16 was. 17. Nee, 16. Toen ik, toen ik 16 was, toen deed ik dat. Hartstikke leuk. De hele dag lekker afwassen. Geld verdienen. S naar de disco. Ja, dat kan Greta toch doen. En dan een beetje lopen zeuren van die jeugders dus naar de kloten gaat toch weer weg, stom kind. En ook die, de hoofd van, dat, van, dat, van die vrouw, die... Oh. Echt zo gemeen, hè? En dan knijpt ze ook de linkeroog, knijpt ze zo dicht. En ja, ik zie jullie wel, hoor. Ik heb mijn linkeroog al dichtgeknepen. En ik kijk jullie aan met mijn rechteroog. Ja, bedankt. Van eng. En we lopen erachter. Hein? En we zei nou ook iemand van: Ja, eerst was het dan uh, global warming, en toen in ene werd het klimaatverandering. En ja, dat is ook zo. En dat heeft ermee te maken dat er, behalve weer warmere periodes, dat er ergens in het begin van de 21ste eeuw. was de temperatuur weer duidelijk aan het zakken. Ja, er stond dus een beetje haaks op dat hele verhaal dat de temperatuur door het plafond heen zou klappen. Dus toen zijn ze gekomen met de benadrukken van climate change. Dat klopt. Dat klopt. En dan is daar dan de, de reactie op. Van ja, maar het was altijd al climate change hoor. Echt uh, altijd al. Het helemaal niet zo dat het van de laatste tijd is. Want het IPCC is opgericht in 1988. Ja. En toen brulden ze over een nieuwe ijstijd. Ja. En inmiddels zijn ze weer terug bij Global Warming. Want die, uh, die paar koude jaren die we hebben gehad, die hebben niet doorgezet. En de afgelopen zomer was in Nederland weer echt wel lekker warm. En dus zijn we nou weer lekker aan het global warmen In de krant. En op tv. het dat weer. En dan gaat de zeespiegel weer enorm stijgen. En de zeespiegel, die, dat, is, dat is onzin. De zeespiegel stijgt 1,7 mm per jaar. Punt. Dat doet hij al sinds het begin van de 20e eeuw. En als die dan plotseling. Dat stond er ook laatst. De zeespiegel stijgt veel harder dan gedacht. Dan denk ik denk ja, waar zijn de gegevens van het KNMI? Laat het KNMI dan maar zeggen. De KNMI meet de hoogte van de zeespiegel bij de Nederlandse kust. Dat komt er met die data. Dat vind ik ook. Oh dat gaat over de maatschappij. Hè? Waarom vragen wij dat niet? Er stond ooit op het internet een, een grafiek met de mondiale temperatuur, dus de, de wereldwijde temperatuur gemiddeld. Over de afgelopen 4000 jaar. 8000 jaar, zoiets. Ik denk zelfs 8000 jaar. Nou, die kan ik niet meer vinden. Maar die stond op de website van de NASA. Maar ik kan die temperatuurgrafiek niet meer vinden. En waar is dat ding gebleven? En kom op met dat ding. Kijk, dat lijkt me nou typisch iets voor de Verenigde Naties. Kom dan met die grafiek. Laat het dan zien. In plaats dat je op het internet... kan je wel een grafiekje hier en een grafiekje daar... en een grafiekje zus en een grafiekje zo... Kom dan met één consensusgrafiek, want dit is de grafiek van de mondiale temperatuur over de afgelopen 8.000 jaar. Nou, kom dan ook met die grafiek van de koolstofdioxideconcentratie, want er zijn periodes geweest dat de koolstofdioxideconcentratie 30 keer zo hoog was als dat die nu is. Nee, dan dat hij nu is. Wat kan er nou mee? Ja, dat, dat krijg je allemaal niet. Allemaal een hoer in de ruimte en een hele hoop stofwolken en onduidelijkheden. En, uh, maar er is wel een heel groot gevaar en we moeten allemaal gaan staken voor het milieu. Gaat toch weer? Nee, maak je dan maar druk om de dingen waar je echt druk over moet maken. De aanslagen van 11 september van 2001. Dat officiële verhaal, dat klopt niet. Dus er moet een lijst komen van journalisten die ons hebben voorgelogen. En wij moeten bepalen wie van die journalisten nog steeds in functie zijn. En die moeten allemaal op non-actief gesteld worden. Dat lijkt mij een hele goeie. Hetzelfde geldt voor politici. En hun partijen dienen ja, het boetekleed aan te trekken, berouw te tonen. En als dat berouw dan geloofwaardig genoeg is, dan hoeft zo'n partij niet opgeheven te worden. En anders gaat hij gewoon van de stemlijst af. Door een politieke partij die willens en wetens heeft meegewerkt aan het verspreiden van leugens rondom de aanslagen van 11 september. Die de, de, de dingen niet op te mogen stemmen. Punt. Dus het minste wat je van een politicus mag verwachten. is dat hij de waarheid spreekt. En nou moet je niet gaan lopen lachen. Dit moet je accepteren. Heel, dat zijn dingen waar je je druk over moet maken. Want het is momenteel heel gewoon dat een politicus liegt. Dat moeten wij niet gewoon vinden, wij moeten dat bestraffen. En als uh, de politie dat niet wil doen en het leger niet in wil grijpen, dan moeten we het zelf maar gaan doen. Maar we horen dit niet te pikken. Tjus, dat, is... Nee, dat is onacceptabel. Maar wij hebben zelf boter op ons hoofd. Want wij liegen zelf ook. En dat, laat, ja, dat maakt het lastig om een ander dan te beschuldigen van liegen. Hè? Als je zelf boter op je hoofd hebt. Hè? Ja, het is niet mijn ding. Ik heb geen boter op mijn hoofd. Ik heb niet gelogen. Ik heb een keer, toen had ik een afspraak in Amsterdam. Dus zou ik geen eten hoeven koken voor het gezin? Uh, toen ging die afspraak in Amsterdam niet door. En toen had ik dat eerlijk kunnen zeggen tegen mijn ega. Maar ik dacht: van kom. Ik zeg lekker niks. En ik zat op mijn kantoortje. En daar heb ik gewoon heerlijk. Uh, ja, ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik ben muziek gaan maken of zo. Ja, die afspraak ging niet door. Dus ik had de hele middag vrij. En rondom een uurtje of. maar het was al laat hoor. Maar toen ben ik naar Café de Wacht gegaan en daar lekker gaan suipen. En toen kwam ik om acht uur, half negen. Kwam ik thuis. Alsof ik uit Amsterdam kwam. Nou, toen heb ik gelogen. Nou, kom zeg. Dat was het. Ja. Eén keer. Ha 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 ha. Maar voor de rest lieg ik niet. Ik, ik, ik vergis me wel eens. Dat klopt. En dat is per ongeluk natuurlijk. Ik ga niet met opzet iets anders vertellen dan dat wat ik meen dat de waarheid is. En ook iets, uh, dat, ik heb een uitzending, een beschouwing gehouden over abortus. Uh, het aantal abortussen. Even kijken hoor, ik pak even mijn rekenmachine erbij. Even kijken, dan heb je uh, in Amerika is het 5000 abortussen per 400 miljoen hè. Dus dat is 12,5 abortussen per dag op een miljoen inwoners. Klopt dat nog? Dat is 5000 gedeeld door 400 miljoen. 5000 per dag op een inwonersaantal van 400 miljoen. Nou, dat is 12,5. Per miljoen inwoners. Nou, hoeveel mensen hebben we op deze planeet als we Amerika als gemiddelde nemen? Nou, hebben wij 7 miljard. Dus dan vermenigvuldig ik die uh, 12,5 met 7.000. En dan krijg ik 100.000 abortussen per dag. Ja, hoezo is dat duurzaam? Er worden elke dag honderdduizend kinderen verwekt. Die groeien in de buik van hun moeder. En die worden vervolgens geaborteerd. Een abortus heeft een direct biologisch. Medische, noem het maar lichamelijke. uitwerking op de moeder. En dat is alleen het lichamelijke deel. Je hebt ook nog het geestelijke deel. Want. dat uh, geestelijke deel heeft ook. Uh, dus de, de geest van de vrouw die een abortus heeft laten plaatsvinden. is punt één, dat die vrouw natuurlijk. Zelf wel degelijk weet dat ze een moord heeft laten plegen. Alleen ze doet alsof het niet zo is. En beroept zich op de wet. Maar zij weet het wel degelijk. Als zij rustig zou nadenken, dan zou ze concluderen dat ze een moord heeft laten plegen. En dus dat zij een moordenaar is. Dat is punt 1. En dat voelt niet lekker in je karma. Punt twee is dat je hormoonstelsel uh, he helemaal over de zijk gaat van zo'n gebeuren. En dat je daardoor ook geestelijk. Want vrouwen hebben toch al zo'n last van hormoontjes. En daar krijgen ze dus ook nog geestelijke problemen door. Ik heb het zelf meegemaakt. Want de moeder van mijn eerste kind heeft een abortus laten plaatsvinden. En die werd knettergek. Die was toch al heel instabiel. En kon hele gekke dingen zeggen. Hele gekke dingen doen en zo. Maar toen was ze echt helemaal knettergek. Toen was er daadwerkelijk geen land meer mee te bezeilen. En een half jaar later, toen heeft de relatietherapeut ons tweeën uit elkaar getrokken, zullen we maar zeggen. Want anders was ze maar aangevlogen. Die moeder was mij aangevlogen, snap je? Dat die therapeut zei: uh, luk, uh, kap hier maar mee, want ik vind het eng worden. Straks gebeuren er ongelukken. Van een doorgedraaide vrouw. Nou, dus dan gaan gaande 87.500, want dat is het eigenlijk. Ik zei 100.000, maar het is 87.500, maar zeg maar afgerond uh, 100.000 vrouwen. hebben dagen per dag dus. Hè? Dan word ik net te gek. En wat is daar duurzaam aan? En waar is de noodzaak? Waarom moeten er 100.000 kinderen per dag verwekt worden om ze drie maanden daarna... Uh, te vermoorden. Uh, geef mij maar antwoord... daarop. In onze maatschappij zit er helemaal niks van. Nee, wel hebben ze hier... op het Eusebiusplein in Arnhem... daar staan allemaal lege stoelen... en die moeten dan denken... je doen denken aan het aantal verkeersdoden... In Europa dat per dag valt. Even kijken hoor. Aantal verkeersdoden dan Europa. 2018. Staat hij niet echt uh, direct? Want ze geven de tijd niet aan. Er staan wel zoveel duizend, zoveel honderd, maar ik wil het weten per tijdseenheid natuurlijk. Hè? In België hebben ze 54 verkeersdoden per miljoen inwoners. Per dag? Ik dacht het niet, hè? Ik denk dat dit per jaar is. Dus 49 is dat het EU-gemiddelde van verkeersdoden ligt op uh, 50 per miljoen per jaar. Nou, en in Nederland, heb, of in de EU, heb je 200 miljoen inwoners, dacht ik. Dus dan pakken we de rekenmachine. En dan zeggen wij 50 <coughs> keer 200 is zoveel. Gedeeld door 400. Zoveel dagen zitten er in een jaar. Dan ja, heb je de 25 per dag. Ik dacht dat ze hier op de markt. Uh, iets van 52 stoelen hadden neergezet. Dus dat zou wel kunnen kloppen. Dus 52 verkeersdoden in Europa per dag. 52. En hoeveel abortussen? Dat is een stukje hoger. Dat hadden we nou gezegd. ze dat was vijfduizend gedeeld door 400, Dat is twaalf en een half per dag. Dus per jaar. Dat zijn er vijfduizend per jaar. Ja. Dus 5000 geapporteerde kinderen, die zijn vermoord in de buik van hun moeder, tegen 50 dode verkeersparticipanten. Dan mag je mij vertellen wat prioriteit heeft. Maar kennelijk gaat het om die 50 verkeersdoden, want daar kan je niks aan doen. Ja, en dat is de maatschappij, dat ze zich druk gaat maken om problemen waar je niks aan kan doen. Terwijl het probleem van die abortussen is vrij simpel, hoor. Dat is namelijk dat je het niet langer gratis verstrekt. Dus als een vrouw zegt van ja, dokter, ik uh, ik ben zwanger, dat is een dokter zegt oh ja. ja, maar wat nou? Ha, zegt de dokter. Uh, Maak je geen zorgen, een zwangerschap duurt hooguit uh, zoveel maanden. Ja, maar uh, ik wil geen kind uh, verzorgen. Oh, die arts. Nou, heb je hebt hier een formulier, vul maar in. Dan doe je het op afstand van je kind. <laughs> Volgende patiënt. Nou, zo'n vrouw moet dan een, een met een dikke buik in de rond te lopen. En zich aanmelden bij zo'n adoptiedingesverdeelstation. Uh, en een kind wat vanuit de baarmoeder direct uh, wordt geadopteerd door ouders. Uh, die kinderen die hebben daar helemaal geen last van. Kinderen die. Bij mama zijn opgegroeid en dat is één grote puinhoop. En uh, als ze dan vier, vijf, zes jaar zijn, worden ze uit huis geplaatst. Want uh, die moeder maakt er een enorme bende van. Ja, die kinderen zijn getraumatiseerd. Maar kinderen die bij geboorte uh, al gelijk aan adoptieouders worden gegeven, worden gegeven. Ik me nergens lassen. Probleem opgelost. Ik bedoel, er zijn massa's mensen die graag een kind willen en dat niet uh, kunnen krijgen. Massa's. Waar denk je dat dingen als IVF-instituten vandaan komen? In vitro-fertilisatie. Want <coughs> die, die mensen geen kinderen kunnen krijgen. En IVF, dat doe je dan ook niet meer. Van, uh, ja, als mensen die die idioterie willen, gewoon niet meer doen. Om oh, hulp te houden. Er zijn genoeg vrouwen die gaan uitermate onvoorzichtig uh, om met het feit dat ze zwanger kunnen worden. Nou, en die produceren zoveel baby's uh, per dag. En al die baby's moeten geadopteerd worden. Ja, klaar. Er zijn genoeg ouders die dat uh, met liefde doen. Ik denk in de, uh, bij de... Als je hier alle christelijke kerken aan zou schrijven. Hier in Nederland. Hè? Alle christelijke kerken schrijf je aan. Moet je eens kijken hoeveel ouders daarop reageren. Die zeggen ja, we, wij hoeven niet per se een kind erbij. Maar als er een kind is met een moeder die helemaal geen zin heeft om voor dat kind te gaan zorgen. Kom maar hier met het kind. Want waar er drie kunnen eten, ...daar kunnen er ook vier eten. Christelijke ouders zullen dat makkelijk zeggen. Dan kom maar met die kinderen. Dan hoeven ze niet meer te apporteren. Dan hoeven ze niet meer te vermoorden. Ja, want aan de ene kant zitten wij kinderen te vermoorden, en aan de andere kant zitten we IVF-instituten uh, te la la. <coughs> Alsof het geld niet op kan. Want een abortus kost een hoop geld hoor. De moeder van mijn eerste kind. die liet zijn tweede kind vermoorden. in Den Haag. En die lag dan bij te komen. op zijn bijkomkamertje. En die vrouw die naast haar lag. die werd heel streng toegesproken. door iemand van de kliniek. Het ging om een vrij late abortus die de moeder van mijn eerste kind liet doen. Het kind was al 14 weken. Dus het kind had al een hersenfunctie, het had al een bloedsomloop, het had natuurlijk een hartslag. Het deed al dingen als een duim in de mond stoppen en trappelen met de beentjes. Het was een volledig functionerend kind. Niet zo groot natuurlijk, maar. Er was geen enkele medische indicatie dat het zou gaan om een mismaakt kind. Echt niet. Maar die vrouw naast haar, die werd dus heel streng toegesproken. En de mensen van, het, van de kliniek zeiden tegen haar: van ja, dit was de derde abortus die wij voor jou gedaan hebben. En uh, ja, we willen je toch op het hart drukken uh, dat dit niet langer zo kan. En het zou kunnen zijn dat als jij de volgende keer langskomt met een dikke buik: dat we zeggen: nee, we doen het niet meer. Hou er even rekening mee. En het ging om een prostituee. Een prostituee uit Zuid-Amerika. Leuk, hè? Multiculti-samenleving. Nee, daar word je blij van. Oh, maar Piri, dat had ook een Nederlandse vrouw kunnen zijn. Ja, dat verhaal wil ik niet meer horen. Het was geen Nederlandse vrouw, het was een Zuid-Amerikaanse vrouw. Wat doet ze hier in Nederland? Kijk, maak je, daar, uh, maak je daar druk over? Dan doe je nog tenminste iets. Dan doe je iets wat een. Uh, ja, wat een grond heeft en waar je wat aan kan doen. Die Zuid-Amerikaanse prostituee, die uh, lekker dan zonder condoom, want dat levert een paar tientjes meer op. Ja, die gaat huppakee op de boot terug naar Bolivia. Of uh, waar ze maar vandaan komt. Wij hoeven dat soort vrouwen hier niet. Dat moet gewoon duidelijk gemaakt worden. Maar het zal nog wel even duren voordat wij het besef krijgen dat moraliteit een heel hoog goed is. En dat liegen. Wat onze politici dan mogen doen van ons, dat dat niet langer kan. Snap je? Nou, dan ben ik helemaal trots op jullie. <laughs> en dan zeg ik op zijn hamburg. Tjus en dag liefers.